Christus voor u. Dan zeg jij... Ik ben naar de kloten. Het is heel hard dat ding. Pas op nieuwjaar. Roos. Goeie avond. Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog. Vanaf vandaag ga ik een maand lang elke dag vloggen. En ik vind dit echt een perfecte start. Het is namelijk 1 januari. Dus sowieso allemaal jongens, gelukkig nieuwjaar en beste wensen. Ik hoop dat jullie allemaal een mooi jaar van gaan maken. Ik ga het zelf ook knallen dit jaar. Maar ik moet wel zeggen, ik denk dat de timing van dagelijks vloggen wel een beetje kut is. Nu precies op de dag dat ik brak ben. Want gisteren zijn we eerst naar Rotterdam geweest en daarna naar Amsterdam. Dus hier zijn wat beelden die ik gisteren heb geschoten. Hey. Wij hebben allemaal al een glaasje wijn op, behalve jij. Ja. Dus jij moet gaan rijden. Ik ga rijden. Oh, ik moet nu ook rijden? Ja. Nou, ja, ik mag niet meer. Je hebt 1 glas wijn op, dan mag ik nog wel rijden. Nee, 2 glazen wijn om op te zijn. Ik rij er 1 even, prima. Ja. Nee, of niet. Nee, je moet wel beginnen. Dat is toch raar? Nee, want jij gaat nu toch ook drinken? Nee, hoeft niet. Heb je hem al zo gezien? Nee, ik heb hem helemaal niet zo gezien. Kijk dan. Wow, wat een mooie auto! Nou, het is toch mooi? Ja, kijk, ik heb een front splitter erop gedaan. Dit staat er nog niet op. Nee. En de achterkant, wil je de achterkant zien? Ja, dan kan je gewoon aftrappen. En de achterkant? Waar zijn je mooie velgies? Ik heb winterbanden. Oh, dat is wel mooi, hè? Ja, dat is wel gaaf, hè? Ja. Een auto. Sorry. Maar moet je dit er niet ook afhalen dat Vincent Visser? Nee, want dan zien mensen dat ik het ben. Nee, ja, misschien moet ik het. Ik weet niet of ik dit af moet gaan halen, jongens. Ik weet het niet. Nee, doe maar nog niet. Niek, niet doen. Ik kan er ook. Gewoon die Nick. Ik kan er ook. Incest. Incest Visser van maken. Incest Visser. Nou, jongens, let's go. Vincent Visser. Alexander. Er binnen weer verwachtelijke doos liggen daar. Oh, wacht. Wacht. Hij heeft vaak al dat zijn flesje liggen. Alle kanten kan hij niet inleveren voor staat. Nee, maar kijk maar. Hier, Alexander. Ja. Dit is voor jou vanavond. Wow, ja. Dit is voor jou. Hoe hou je dit ook uit? Vond je hem leuk? Nou, jongens, kijk. Dit is nog van de wintersport, jongens, maar het is wel handig. Ja, gooi maar achterin. Helemaal perfect. Tijd om te gaan, jongens. En nu echt. Stop hem in je reet dan. Hey, ik heb wel even afgesproken, we vloggen vanavond niet. Maar jij bent dagelijks vlogger. Ja, ik skip. Maar dit is jouw vlog, toch? Of is het... Hoe is het? Dit is niet helemaal... En er staat ook een windje. Ah joh, dat maakt niet uit. Ah joh, steek dit ding aan. Ja, ik vind het allemaal... Ik ga rijden, dus ik ga nu niet... Oh. Ja, dat ding blijft gewoon zitten hoor, de grond. Ja. Oh, wel! Jezus Christus, voor de deur. Oh! Ik dacht een seconde dat het leeft. Ja, ik dacht even we moeten rennen, maat. Zo, dat scheelt echt maar zo. Ik dacht echt seconden die het blijft zitten. Ja, ik stel voor. We gaan niet drinken vanavond. Nee? Dat niet of überhaupt niet? Überhaupt niet. Dit is de hoogste. Ik weet niet of dit een hele slimme plek is, maar. Oh, mijn god. Oh. Oh, oh. Oh. Dit gaat perfect! We hebben niet zo dicht bij het huis gezet! Nee, dat moet nu! Sorry, is die echt niet bewust? Is dat 12 uur? Ja, het is 12 uur! Nee, sowieso niet! Jawel! Happy New Year! Dit zijn wel goede knappen, mannen! Hey. Oh, wat lekker, oh, zo lekker! Ja, laat even, lees even. Ja, eerst even zelf. Eerst even zelf. Ik ben zo blij dat ik. Ja, fijn. Maak er maar open, jongen. Vertel er wat over. Dit is van Druif. Van Druif. Oh!
serieus. Ik moet wel zeggen, die buren hebben wel echt gek vuurwerk, jongen. Zo, dit is baas boven baas. Ja, dit is wel echt, zeg maar... Ja, waar heb je iets mee te maken? Waar? Niks mee te maken! Heb je niet in Amsterdam, hè? Heb je niet in Amsterdam? Nee! Heb je niet, hè? Alleen de krimpaan al lek. Steek die shit aan, hop! Oh, oh, Niek staat voor de deur. We laten hem even binnen. We laten hem maar binnen. Niek die heeft even een ontbijtje gehaald. Want Niek die was vannacht hier blijven slapen gezellig. Want hij... Niek die, heeft, die was de Bob. We zijn dus zeg maar vanaf hier naar Rotterdam gegaan. Naar Gio en toen bij de buren van Gio. En Niek heeft zeg maar gewoon niks gedronken tot en met in Rotterdam. Toen heeft hij dus naar Amsterdam gereden. Toen zijn we gezellig bij... dat heb ik niet gefilmd meer. Maar toen zijn we in Amsterdam uit geweest bij Mongerie, bij een feest. Dat was heel vet. In een soort van sumo. Op het Leidseplein heb je een sumo. En dat was toen helemaal omgebouwd. Tot een club eigenlijk soort van. Dus dat was hartstikke leuk. Maar het was wel een beetje laat geworden. Volgens mij was het echt gewoon 5 uur of zo. Maar goed jongens, dat mag de pret niet bederven. Ik voel me fantastisch vandaag. Ik heb goed geslapen. Auw. Oh, ik wil zo doen, maar ik knakte mijn eigen vinger. Maar wat ik wilde zeggen jongens, ik voel me fantastisch vandaag jongens. Brak zijn is maar een mindset. Wim die is weg. Ruben die is een week naar Bonaire met Amber en de familie van Amber. Dus ik ben wel een beetje jaloers. Dus ik zit nu op het moment, ben ik hier helemaal alleen. Maar over 2 seconden gaat de bel en dan staat Niek voor de deur. 1, 2. Nee, was te proberen. Was te proberen. Als ik zeg hey, dan zeg jij. Ik ben naar de klote. Dat zei ik. Oh. Huh? Is... Oh, is die hond? Oh, huh? Die rimpelhond. Ik dacht, hè? Ik dacht, wat hoor ik nou? Maar Niek, goedemorgen. Weet je waarom dit bed net is verschand? Omdat jij erin hebt geslapen en je stinkt. Ik had een logeerpartijtje. Had jij een logeerpartijtje? Ja, ik moet niet meer naaien, godverdomme. Wij zijn vandaag totaal niet brak. Ik spring nog liever dan dat gebouw af, dan dat ik nog een drankje drink. Hoezo, maar jij was gisteren Bob. Moet je nagaan hoe hard? Jij hebt vanaf 2 uur ben jij zo lam geworden, dat is niet normaal. Dat is gewoon echt bijzonder goed eigenlijk. Hoe krijg jij het voor elkaar om gewoon zeg maar binnen 2 uur, want het was tot 4 uur. Ik ben aan het woord hebt gehouden. Want jullie zouden ook lang gaan. Ik was één regel lang. Ik heb geheld in de club. Man. Ja. Keihard. Maar dat mag. Dat is ook niet erg. Nee, is niet erg. Ja, dan komen gelijk allemaal chicks naartoe en zeggen... Oh, gaat het wel? Gaat het wel? Ja. Dus ja, emoties heeft ook zijn voordelen. Daarom, jongens. En wat ik al zei... Ik wilde zeggen, dit wordt ons jaar, Niek. Wees eraf gooien. Nee, doe maar niet. Je wil het drama uit. Ik ga hier eraf duwen. Nee, doe maar niet. Gaat hij kapot? Nou, maar laat maar die boom gewoon even staan. Ja, maar laat maar gewoon nu heel even staan. Maar als ik hem niet afgooi, dan doe maar gewoon niet. Dat doe nou maar gewoon niet. Niek was gisteren ook zo irritant. Hij wilde maar niet slapen. We kwamen hier thuis. Alleen maar hard te praten. Willem lag ook al in bed. En hij bleef gewoon maar praten. En hard tegen me schreeuwen en zo. Tfoe. Ik weet het allemaal niet meer. Kom maar binnen hoor. Bas hier dan? Visite. Hij heeft een motor. Hij komt zijn motor laten zien, jongens. Bas is hier. Hij heeft sinds kort zijn motorrijbewijs. Dus hij heeft een motor. Ja, die wil hij laten zien. En ik ga straks richting Haarlem. Want ik ga gezellig met Ella bij mijn ouders eten. Eigenlijk doen we dat hebben we elk jaar gedaan. Elk jaar. Zo. Elk jaar. Zo, ik zie het ook niet uit, jongen. Het is echt vreselijk eigenlijk. Niek, het is klaar met ons. Ik zie er goed uit. Amen. Nee, maar wat ik wilde zeggen. Wij gaan altijd op 1 januari gaan we altijd eten met z'n allen. Gewoon met het gezin. Maar Ruben die is er nu niet. Dus Ella gaat gezellig mee. Dus dat wordt gezellig. Ten eerste, gelukkig nieuwjaar. En ten tweede, wat voel ik me slecht? Heel slecht? Wat heb jij... Dit ziet er heel raar uit. Zo'n soort van Spider-Man pak. Weet je, liever dit dan dood, toch? Ja. Nee, hey, vriend. Ja, jij ook, vriend. Hoe is het met je? Goed, ja. Wil je nog eten ook voor mij? Ja. Jezus. Zo. Ja, ik weet het niet. Alsof je een soort van Superman bent. Kijk dat pak. Hé, hey, lijp af. Ja, hij is wel dik. Het is wel een goed pak. Dom. Ja, zie ik je toch nog, hè? Hoe is het vriendje? Wat nou, je ook? Laat me met rust. Stop nou. Sla me even één keer hard. Ah. Nee, niet hard slaan, Tino. Waarom niet?
Die helm is gemaakt. Ja. Nee, wat het ook is, is als die helm als Philip nu uit zijn hand op de grond laat vallen. Dan is hij, mag hij niet meer. Dan mag ik hem ook niet meer op hebben. Nee. Zo niet. Klopt. Omdat hij dan een stukje is zogenaamd, want je mag inderdaad vallen. Het staat er nog niet. Het staat je wel, maar je hebt zoveel vocht in je kop dat je gewoon. Ik heb er meer van je gezicht. Pak ook gewoon een motor nemen. Ja, doe. Zo, Bas. Holy shit. Hé, hey, dit is wel echt heel dik, maat. Ja, heel vet. Wat ben je? Vet en dik. Doe eens even normaal. Is dit het kanon? Dit is het moordwapen. Ja, zeker moordwapen. Ik wilde vroeger ook altijd een motor, maar ik mocht dat van mijn pa mocht ik geen motorrijbewijs niet halen. Hij was hij. Nee, dat echt mis dan? Hij. Het is heel hard dat ding. Huh? Het is nog even niet hard. Nee, waarom is hij zo hard? Waarom klinkt hij zo hard? Het is. Er zit een TB-killer er ook nog in. Is dat een wat? De TB-killer die zit er ook nog in. Ah. Ja, ik vind mijn toren wel echt ik vet. Ik moet geiten, ik ga naar mijn zus. Fijne avond. Hey, doe je. Ja, wat ik net ook al zei jongens, ik vind motoren dus echt heel vet en ik wilde ook altijd motorrijden. Alleen een vriend van mijn vader, of een kennis van mijn vader is ooit overleden aan motorrijden. Een van de beste vrienden van mijn vader, die heeft ook heel lang een ongeluk gehad. Dus het is niet echt, het is zeg maar niet ideaal motorrijden. Zeg maar voor je veiligheid is het niet best. Maar het lijkt me wel heel dik. En zeg maar ook chill als je dan bijvoorbeeld naar de stad gaat en zo. Misschien moet ik er toch nog een keer over nadenken. Het beste blijft toch lekker in de auto jongens. Ach. Lekker warm zitten, met muziek, lekker veilig. Dit is veel beter. Klinkt echt hard. Jezus. Die is normaal heel gek. Nou, let's go. Bas die gaat ook richting Haarlem, want die woont in Haarlem. Maar hij wil dus even zijn motor laten zien. Maar we gaan nu lekker richting Haarlem. Oh, er staat een boze meneer aan de overkant. Er stond aan een van onze overbuurders stond buiten en die keek echt heel boos naar Bas. Maar ja, vind je het gek met die herrie? Het is wel echt heel hard en een hoog schel geluid. Gelukkig nieuwjaar! Stop! Zo, en wat zijn nou je beste wensen, schat? Beste wensen? Nee, je voornemens. Oh, je beste, je goede voornemens. Wat zijn je goede voornemens? Zo, waar zal ik beginnen? Heb je er veel? Ja. Ik heb zelfs een lijstje met telefoon. Echt? Ja. En je zei gezond eten en zo? Nou, gewoon weer eventjes dat sporten oppakken en zo. Ja. Nou, goed antwoord. Was ik klaar? Goed antwoord. Nee, maar ook andere dingen. Maar dat komt wel. Dat komt wel. Ja, ik moet zeggen, ik heb eigenlijk nog niet echt heel erg over nagedacht. Misschien moet ik dat maar eventjes gaan doen. Had me ook niks anders van jou verwacht. Nee, en ik heb allemaal sokken in me. Allemaal sokken. Nieuwe goocheltruc. Jezus. Dat was hem. Maar goed, wij gaan nu richting mijn ouders, want we gaan gezellig eten. En weet je wat we gaan eten, El? Stoofvlees met rode kool en spruitjes en puree. Dat is een traditie van mijn moeder. Elk jaar, ja. Elk jaar op 1 januari eten we dat. Ja. Maar? Leuk. Ella lust geen stoofvlees, of die kan er niet tegen. Ik kan er niet tegen. Perfect. Het is ideaal. Ja. Beter kan het niet. Daar zijn we bij mijn ouders thuis. En hier staat de kerstboom gewoon nog. En wij hebben dit jaar gewoon geen kerstboom gehad. Maar. Ik moet de kaarsjes nog aan. Ik heb. Man, er is een probleempje. Oh nee, wat dan? Nee, ik zei tegen Ella van we gaan stoofvlees eten. Maar ze kan er niet tegen. Oh, waarom? Ja, ik weet het niet. Mijn maag staat daar van de poel. Maar dit is zelf gemaakt, hè? Ja, ik durf het niet. Maar er zitten geen eieren in en zo, hè? Nee, het is geen. Ik kan er echt niet tegen. Meer vlees voor mij. Oh, ja. En voor papa. Maar het is geen, hoe heet het? Met stoofvlees denk je vaak aan, hoe heet dat dan? Mama met uien en dat soort dingen erin, of niet? Ja, ik weet het niet. Misschien als ik het zie, denk ik het is, het is gewoon rundvlees. Maar rundvlees met de specialiteit. Rode wijn erin. En boter, ontbijtkoek. Ja, ik dat vind ik. We gaan het zien. Pas op het nieuwe jaar. Proost. Proost. En op naar je nieuwe jaar. Ik heb jou niet aangekeken. Proost. Kijk nou eens even jongens. Mijn Sinterklaas kerstcadeau. Heb je ze nog niet aangehad? Nee. Nah.
toch belachelijk. Helemaal mijn best gedaan om echt een fantastisch leuk kerstcadeau of een Sinterklaas cadeau te halen. Doen jullie ze gewoon niet aan. Jij ook niet. Mijn papa waren ze toch? Ja, mijn papa doet ze niet aan. Oh, nee. Nou, dan moet ik ze mee anders weer meenemen naar huis. Nee, dan doe ik ze wel aan. Nee, ik ben heel druk. Nee. Ik ben druk. Ik ga dan niet mee hoeven helpen, hè? De borden uit. Vlog me gol. Dat is ook niet netjes, Michel Visser. Nou. Oh, jongens, kijk eens even. Het lekkere stoofvlees van mama. Lekker. Ik heb al gezegd, dat eten we elk jaar op 1 januari gaan we dit eten, toch? Ja, heb ik van mijn mama geleerd. Ja, en heb je van die mensen normaal dat niet is het, eten. Normaal is het wildschotel. Maar dit is gemaakt met rundvlees. Met rundvlees. Echt heel asociaal dat je niet mee eet. Dat is helemaal niet waar. Oh. Oh, kut weer. Godverdamme. Oh. Wat een weer. Zo jongens, het is echt niet normaal hard aan het regenen. Ik wilde iets vragen. Wat dan? Ik heb ergens heel veel zin in. Nee, we gaan geen ijsje halen bij de McDonald's. Nee. Jouw letterlijk een paar seconden geleden zeg jij nog, mijn goede voornemen is gezond eten en weer ja, lekker gaan sporten. Ja, maar vandaag ben ik brak en dood en dan morgen ga ik beginnen. Dat zei ik trouwens ook al toen. Toen. Zullen we dan wel langs mijn kleider kan ik een ijsje halen? Nee, ik heb er echt geen zin in. Jij moet wel lief zijn, weet je nog? Nee. Ik hoef geen ijsje, maar ja, als jij een ijsje hebt. Ik wel. Oh, ik vind mensen die nu buiten in de regen lopen zielig. Nou, waarschijnlijk vinden zij het heerlijk. Nee joh, die vinden het nou heerlijk om in echt een stortende regen. Want het is echt zeg maar stortende regen gewoon. Oh, wat Ella net zei, Ella heeft dus een cadeau voor mij gekocht en ze gaat het misschien morgen ophalen. Ik ben echt heel erg benieuwd wat het is. Jij doet het al ongeveer 2 of 3 dagen, als het niet langer is. Ben je dat allemaal tegen mij aan het zeggen en alles en zo? En zeg van, ja. Je moet lief tegen mij zijn, want je kijkt hem. Ja, ik wil eigenlijk niet zeggen dat ik een cadeautje had en dan gewoon ermee aankomen. Maar dat vind ik dan ook weer niet leuk of zo. Want jij wordt altijd heel erg. Je gaat me heel erg ondervragen en zo. En ik vind het leuk als je jezelf een beetje ophypt. Ik ben er zo slecht in, jongens. Als ik weet dat iemand een cadeau voor me hebt, dan wil ik het ook zo snel mogelijk hebben. En jij gaat het ook zo leuk vinden. Ik ben heel erg benieuwd, maar wat nou als ik het opeens niet leuk vind? Wat nou als dat ik kan echt... niet, dat kan echt niet. Het kan echt niet? Nee, dat kan echt niet. Ja, het kan wel, maar ik weet echt 99% zeker dat je het echt wel leuk vindt. Oh. Nou, ik ben benieuwd. Ik vind het echt heel raar, Elm. Vond je het eten van moeder niet lekker of zo? Hoezo bestel je nou een Big Tasty menu? Een fucking ijsje erbij en ook nog 10 kip nuggets of 9. Ja. Jij bent niet goed bij je kop. Nee. Stoofpot niet zo lekker. Stoofvlees, ik lust geen stoofvlees. Nee, wel. Nee, ze heeft alleen een ijsje genomen. En ik heb helemaal niks, jongens. Ik ga ook weer even een beetje gezond doen. Ik ga morgen gezond doen. Oh, oké. Okay. Ik zweer het je, jongens. Morgen is de dag. In juli ben ik afgetraind. Okay. 10 kilo lichter. Oké, nou we gaan het zien. Dan ben ik 10 kilo lichter. Zo zeg. Ik ben weer lekker thuis jongens, maar ik moet zeggen, ik ben echt gesloopt. Ik ben kapot. En ik ga heerlijk in mijn bedje liggen en dan ga ik gewoon denk ik lekker een serie kijken. Want gisteravond ben ik laat gaan slapen jongens. Ik moet trouwens wel zeggen, ik had het net met mijn ouders over en ook met Ella. Ik vind nieuwjaarsavond wel een beetje overhyped, weet je wel. Ik, zoals gisteren. Het was een hele leuke dag, of een hele leuke avond, daar niet van. Alleen, het was niet een leukere avond dan normaal, zeg maar. Kijk, en ik zie heel vaak ook mensen nu tegenwoordig steeds meer een beetje thuis blijven en gewoon een beetje thuis chillen. Maar eigenlijk denk ik dat ik misschien volgend jaar ook wel gewoon thuis ga chillen. En dat ik er niet zo'n ding van ga maken. Want wat ik zeg, het was heel gezellig gisteren, maar bijvoorbeeld, wij zijn ook gisteren nog uit geweest. Het was wel leuk, maar het was een beetje onnodig. Dat je denkt van ja, sta je in een club waar je normaal gesproken ook op een vrijdag staat. Dus wat is daar nou, zeg maar, zoveel leuker aan dan een normale avond? Dat is het een beetje. Ja. Maar goed, het was wel gewoon gezellig hoor, daar niet van. Goeieavond. Doe je mooi. Lang. Ja, lang. Ik hou hem mooi lang. De klank is goed, dus. Mooi. Oh? Ja, die had nog zin in een snack. Die is niet voor mij. Doe je goed. Weer dat moment, jongens, dat je lekker moe bent en je eigenlijk in bed wil gaan liggen en dat je nog de was moet doen. Je moet het nog opvouwen. Perfect. Top. Leuk.
ik lig heerlijk in mijn bed, jongens. En ik ben even voor het eerst weer tv aan het kijken. Maar ik moet zeggen, ik vind die mensen die tegenwoordig op tv zijn zo irritant of zo. Ik weet niet. Die programma's met die soort van BN'ers en zo. En dan heb je hier weer zo'n gast, die heet dan Niek. Ik weet het niet, hoor. Nee, Niek is op tv, jongens. Hij doet mee aan Beat the Champions. Ik heb het zelf nog nooit gezien. Maar hij moet opnemen tegen allemaal quizmasters die heel goed zijn in kennisvragen. En als hij wint, dan wint hij geld voor het goede doel, zeg maar. Dus daar ben ik lekker aan het kijken nu. Maar goed, ik ga dat eventjes lekker kijken. En daarna ga ik heerlijk slapen. En morgen weer een nieuwe dag. Een frisse nieuwe dag. Dus vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie morgen. Doei!